Dit is alweer de laatste aflevering van de reeks van 3. Het gaat over depressie in de overgang. En Petra, Danielle en Nelleke vertellen hoe zij ermee om zijn gegaan en geven ons belangrijke tips. En wat heeft jou nou het beste geholpen om te kunnen gaan met die depressie? Ik heb op mijn werk wel met mensen over gesproken, met collega's. Ik deed fysiek zwaar werk. Ik merkte ook dat mijn lichaam veranderde. Het hielp goed om daar toch over te praten. Af en toe wat meer pauze te nemen. En dat luchtte ook wel op. En verder heb ik lezingen bijgewoond van Francine Ome. Dat ik meer luchtigheid, meer voeling kreeg met het onderwerp. Met wat er gebeurde met me. En dat ik ook mensen tegenkwam daar die ook in hetzelfde schuitje zaten. Nou, wat voor mij echt heel belangrijk is, is het feit dat ik ging erkennen dat ik in een depressie zat. Dat maakte dat ik, dat ik wat liever werd voor mezelf en dat ik mezelf ook wat meer ging toestaan. En wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik aan het werk ben gebleven. Dat ik gewoon in mijn dagelijkse vaste structuur en in mijn patroon bleef. De psychotherapie die ik heb gehad, die heeft me heel erg geholpen om sterker te staan. Dus me beter in mijn vel te voelen. En daarnaast heb ik ademtrainingen gehad. En dat helpt me eigenlijk nu dagelijks, dat ik als ik weer een druk hoofd krijg of me niet lekker in mijn vel voel, dat ik weer even terug ga naar de basis. En daarnaast ben ik ook veel gaan sporten en dat helpt me ook. En welke tips heb je nou voor onze kijkers om depressie te voorkomen? Nou ja, ten eerste denk ik dat duidelijk moet zijn dat je een depressie niet altijd kunt voorkomen. Je bent niet altijd bij machte om een depressie te voorkomen. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je blijft praten over hoe je je voelt als je tegen dingen aanloopt, dat je dat ook deelt met mensen. En wat zeker ook heel belangrijk is, is dat je jezelf af en toe even uitzet. Dat je niet altijd maar aanstaat en dat je soms eens even stopt en even ademhaalt alleen. Het is belangrijk om regelmatig rust en je leefstijl op orde te hebben en daar steeds bewust mee om te gaan. Maar het is ook belangrijk om je uit te spreken, om je te blijven uiten en te letten op je zelfzorg. Probeer te leven van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Oké, vertel, wat bedoel je precies? Neem regelmatig de tijd om te voelen waar je behoefte aan hebt. En leef daarna in plaats van dat je gaat voldoen aan de verwachtingen die anderen van je hebben. Wat een mooie tips waren dat. Nou, wanneer je nou ook last hebt van depressie in de overgang, vraag dan zo spoedig mogelijk om hulp. Blijf er niet mee rondlopen, mee rondtobben. Want erover praten is de eerste stap naar een mogelijke oplossing. Ja, en dat kan bij een overgangsconsulent of laat je doorverwijzen door je huisarts naar een specialist in de overgang. Echt doen.